De politie kreeg zondag een melding van mishandeling aan de Prinsengracht die afgelopen zaterdag plaats zou hebben gevonden. De verdachte was in een auto gestapt en weggereden. Nadat de auto van de verdachte tot stoppen was gedwongen op de Stadhouderskade, werd de 27-jarige Amsterdammer aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zangeres Glennis Grace werd afgelopen zaterdag opgepakt na mishandeling en bedreiging van medewerkers van een supermarkt in Amsterdam. Vermoedelijk worden Lil Kleine en de zangeres in hetzelfde cellencomplex gedetineerd. Op het Instagram-account van Yvonne Coldewijer werden eerder zondagavond beveiligingsbeelden gedeeld waarop te zien zou zijn hoe de rapper een vrouw uit een auto trekt en vervolgens mogelijk haar hoofd tussen het portier en de auto klemt. Vermoedelijk gaat het om Jamie Vaas, de vriendin van Jorik. De advocaat van Lil Kleine, Nienke Hogervorst, heeft aan RTL Boulevard laten weten niet te willen reageren. Het management van Lil Kleine liet zondag aan Shownieuws weten de beelden te hebben gezien. Het management van Jamie en Jorik heeft nauw contact met beiden en zal later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten. Lil Kleine werd vrijdag nog veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur vanwege mishandeling. In het centrum van Amsterdam maakte de rapper zich in december 2019 schuldig aan zinloos uitgaansgeweld, aldus de rechtbank. Hij zegt onschuldig te zijn en is in hoger beroep gegaan. Hij verklaarde bij de politie dat hij het slachtoffer aansprak omdat die tegen Vaas was aangelopen. De man zou daarop volgens de rapper denigrerend en arrogant hebben gereageerd. Lil Kleine zei hem niet te hebben aangeraakt en niets strafbaars te hebben gedaan.